In het voorjaar willen verschillende vissoorten, zoals stekelbaars en glasaal, van zee naar het zoete water trekken. Dat doen ze om zich voor te planten of op te groeien. Om de vissen bij Katwijk naar binnen te lokken, wordt gebruik gemaakt van eb en vloed. Dat werkt als volgt. Vissen trekken vooral in de avond. Eerst wordt daarom overdag het zoete water in de tussenboezem verhoogd. Als het 's avonds eb is, gaan de schuifdeuren open en stroomt dit zoete water naar buiten, richting zee. Vissen ruiken het zoete water en zwemmen tegen de lokstroom in naar binnen, de tussenboezem in. Daarna sluiten de deuren in de buitensluis en zwemmen de vissen richting het gemaal. Via een speciale koker kunnen ze het achterliggende gebied van Rijnland inzwemmen. In het najaar willen vissen zoals schieraal naar zee zwemmen om zich voor te planten. De koker naast het boezemgemaal staat dan open, zodat ze vrij naar de tussenboezem kunnen zwemmen. Omdat het boezemgemaal regelmatig water uitmaalt, kan vis ook door de visvriendelijke pompen mee naar buiten. De vissen lopen dan geen schade op. Bij eb gaan de buitenschuifdeuren open en kunnen de schieralen doorzwemmen naar zee. Als de schuifdeuren weer dicht zijn, kunnen vissen die per ongeluk mee naar buiten zijn gezwommen, door de viskoker weer terug naar de achterliggende polders van Rijnland.